Je luistert naar De Mens Achter de Lach, een openhartig gesprek met Els de Schepper. Dus Els de Schepper, goedemiddag, ik ben blij dat ik u zie. Ja, allee, goedemiddag. Want ik ben, dat is natuurlijk voor de luisteraars van een podcast niet te zien, maar ik ben een klein mannetje van 1,65 meter. En kleine mannetjes van 1,65 meter houden van pittige kleine vrouwen. Mag ik dat zeggen? Is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja, toch. Ja, ik weet dat niet eigenlijk. Ja, ja, ik ben wel een pittig klein vrouwtje van 1,55 meter en een halfje. Oh, kijk, dat, mijn moeder was 1,52. Dus ja, kijk. Dat was nog een... Het heeft mij nooit gestoord. Ja. Ik heb daar nooit problemen mee gehad dat ik klein zou zijn van gestalte. Trouwens, mensen zeggen mij ook altijd, als ze mij op het podium zien staan en ze zien mij nadien tegenover hen staan, dat ze nooit dachten dat ik zo klein was. En dat het alleen maar opvalt op het podium als er dan een pianist naast mij staat, die hoe dan ook veel groter is, en dat ze dan denken, amai. Dat is een kleintje. En nee, eigenlijk denken ze dan, dat moet een vrij grote pianist zijn. Twee van 2,20 meter. Ja, ja. Die beter basket dat speelt. Maar, en ik spreek ook een beetje uit eigen ervaring, het vormt u wel, hè? Het klein zijn. Ik zeg dat altijd van mezelf. Mijn karakter is een deel... Ja. Is deels een gevolg van het feit dat ik klein ben. Onlangs zei me iemand, nu weet ik niet meer wie het was, dat het opvallend is... hoeveel mannen die op het podium staan klein zijn. En waar echt klein. Je hebt Prince, Mick Jagger, noem ze maar op, zijn echt allemaal klein. Ja. Ik denk dat dat moet toch iets betekenen, dat daar nog nooit onderzoek naar gedaan is. Je voelt je groter als je op een podium staat. Ja. Uiteraard. Je hebt een uitstraling, je hebt een macht over mensen. Je bent ook kwetsbaar natuurlijk, heel kwetsbaar. Maar ja, het is zo larger than life. Ja. En misschien ook een afweer of een, hoe moet ik het zeggen, compensatie? Dat weet ik niet. Op die manier tonen. Ik heb dat zelf ondervonden, zeg ik altijd. Ja. Ik wou spreken en kon mij fysiek niet manifesteren, dus dan zo wel. En dan ben ik ook maar richting een soort... Ja. Podium gegaan, zijn er de journalistiek? Oh ja, degenen die geen talent hebben, die kopen dan een grote auto. Ja. Wij gaan op een podium staan. Als compensatie. Ja. Het is waar. Of heb jij ook een grote auto? Nee. Also, maar volgende kwestie. Volgende vraag. Het valt mij op, in deze reeks, de meeste die... Die passeren hebben eigenlijk geen klassieke opleiding. Is denken... De Nieuwe Snaar niet, de Comilfosis, Urbanus niet, Joep niet, Kamma niet. Ik zou bijna de enige zijn, denk ik. Ja, dus het vond me trouwens sowieso op in comedy, toch in Vlaanderen, dat heel weinig mensen van een theaterschool of een toneelopleiding komen. Jij wel, natuurlijk. Ja, ik ben zelfs eerst begonnen in de toneelafdeling. Maar ik wou toch andere dingen gaan doen en mijn eigen dingen gaan maken. Dat wist ik eigenlijk al heel snel. En dan ben ik na 1 jaar overgestapt op de kleinkunstafdeling in Studio Armand Eiling. En dan hebben we heel veel eigen dingen gemaakt. Maar eigenlijk werd je daar allround opgeleid om ook uiteindelijk musical te gaan doen. En daar wou ik niet echt in terecht. Ik heb daar een paar dingen gedaan, maar... ben heel snel overgeschakeld naar zelf dingen schrijven of samen met mensen dingen schrijven en dat dan zelf te gaan spelen, ja. Want dat was de ambitie, niet de grote actrice worden of de grote musicaldame of... Nee, musicaldame wou ik sowieso niet worden. Alhoewel dat ik ondertussen toch wel het genre enorm heb leren appreciëren, en daar moet dat toch echt wel wat voor kunnen zijn. Ja. Maar ik had... De luie kant van mezelf, terwijl ik echt niet lui ben, maar toch de luie kant van mezelf, die had geen zin om 9 keer per week hetzelfde op een podium te gaan doen en daar geen vrijheid in te hebben. Ik ben geen McDonald's-mens, dus ik noem... Veel musicals zijn eigenlijk zoals McDonald's. Dat concept is daar en dat moet exact zo uitgevoerd worden. En dan dacht ik, nee, ik ben een mens. Ik heb iets te vertellen. En
Daarom is dat gebeurd, ja. Dat is ook gewoon naar mij toegekomen. Het is mij gevraagd geworden. Dus ik ben door in Nederland, dat was George Visser in de tijd, die had mij gevraagd of ik zelf een voorstelling wou maken. Naar aanleiding van iets wat hij gezien had, wat wij op school hadden gemaakt. Zo is dat begonnen. Dus weinig gegeven, hè, om echt af te studeren en direct al een beetje een boulevard voor zich te hebben. Ja, ik besef dat ik daarin veel geluk en kansen heb gekregen. Ja. Ik heb heel veel kansen gekregen. Maar je hebt ook kunde en talent. Dat moet je daar niet onnozel over doen. Ja, nee, dat moet je hebben, anders geraakt er niet. En vooral kunde en talent van wat je op het podium staat te doen, maar de kunde en talent van door te bijten en door alle toestanden door te gaan en te leren van je fouten, te vallen, opstaan, zelf een beetje een ondernemer te zijn. Want ik heb dat nergens geleerd, hè. Dat leert je niet op een theaterschool, hè. Ondernemer zijn. Nee. En toch hoort dat, hoe vies het voor sommigen nog altijd zal klinken, hoort dat er wel bij. Dat hoort daarbij. Anders kun je nooit een carrière hebben van 30 jaar, in sommige gevallen 40, 50, 60 jaar. En in welke zin dan ondernemer zijn? Van... iemand zei mij een paar jaar geleden, toen ik eens een keer een musical deed, Piaf de musical, zei een actrice mij van, goh, ik zou willen doen wat jij doet. En toen heb ik haar geantwoord, dan moet jij elke morgen om 9 uur op je bureau zitten en werken. En 's avonds gaan optreden. En dan moet je dat allemaal doen en je boekhouding doen en onderhandelen en kijken wat je binnen 2, 3, 4 jaar gaat doen. Misschien, dat is ondernemen. Het is niet alleen podium op. Maar nee, dat is zo'n cliché van... Wat doe jij overdag? Ja, jij speelt 2 uur en wat doe jij de rest van de dag? Ja. Dat werd vroeger veel gevraagd, dat is nu veel minder. Als nog eens iemand dat vraagt, dan antwoord ik. Als ze vragen van, wat doe jij dan overdag? Dan zeg ik, ach, gelijk iedere acteur liggen ruften in mijn bed. Zo gewoon dat ik denk, allee, come on. Maar dat wordt bijna niet meer gevraagd. Mensen beseffen wel dat daar ook veel aan vasthangt, ja. Maar dus direct na je opleiding is alles kunnen beginnen. Waar ik eigenlijk naartoe wil, je hebt ook een andere opleiding gehad, hè? Ja, hier om de hoek waar we nu opnemen, op het Sint-Annaplein in Gent, maatschappelijk werk. Hè. Ja. Nooit willen doen? Ze zijn er niet van gekomen, duidelijk. Maar... Ik vind dat ik dat nu doe. Ja. Eigenlijk voor een groot publiek doe ik toch een soort maatschappelijk werk op een bepaalde manier. Ik maak mensen blij. Ik vertel over mijn miserie. Ze voelen zich herkend. Ik bedoel, dat is een grapje natuurlijk, maar langs de andere kant ook weer niet. Dat maatschappelijk werk zelf... Het is gekomen dat ik dat gestudeerd heb. En dat is eigenlijk heel goed geweest dat ik dat heb gestudeerd. Ik was zeer, zeer, zeer naïef. Ik kwam uit een eenvoudig arbeidersmilieu. Ouders die nooit naar theater gingen, niks. Daar was niet echt een culturele achtergrond. En ouders die het allebei heel moeilijk hadden met zichzelf. Dus dat was geen eenvoudig gezin. Ja. En ik was echt wel een beetje beschermd door mijn grootmoeder, want ik ben voor het grootste deel bij mijn grootmoeder opgegroeid. En... om dan meteen van bij mijn grootmoeder naar de grote stad te gaan, waar ik eigenlijk nog nauwelijks was geweest in mijn leven. Kunt u dat nu niet voorstellen, natuurlijk. Maar echt zo beschermd en klein was mijn wereld. Dat was dan van Zeele, woonde je? Naar Gent? Nee. Sint-Gilles-Waas was mijn grootmoeder. Ah, ja. En Zeele, mijn ouders. Ah, zo, maar ja. Mijn moeder was ernstig ziek en die... De kinderen werden uit huis geplaatst, omdat dat niet anders ging. En dus ben ik bij mijn grootmoeder voor het grootste deel opgevoed. En dat was elke dag hetzelfde. Dat was naar school gaan, thuiskomen, huiswerk maken, eten, tv kijken. Ja. Dat was het. En gelukkig had ik de boeken van mijn grootvader. Die las heel veel boeken. En die was wel... Het was ook een acteur die amateurtoneel speelde. Maar die is heel vroeg gestorven. Maar toch heb ik dat daar wel van meegekregen, hoe klein ik ook was. Ja. En dan plots de grote wereld. Het al bij al grote dorp, Gent. Wel ja, en dan Gent. En dat was goed dat ik dan maatschappelijk werk heb gestudeerd. Dat is een heel brede opleiding. Je krijgt daar al
allerlei verschillende types vakken. En dat gaf mij mijn eerste stappen in een wereld die anders dacht. Dat ging wel open, maar ik was echt... Ik was een seut, hè. Ik was echt een seut. Ik droeg de zelfgemaakte kleren door mijn moeder. En ja, dat was het dan. Dus dat was goed dat ik dat gedaan heb, want ik zou... Moest ik meteen theaterschool gedaan hebben? Ten eerste denk ik niet dat ik zou aangenomen zijn. Maar ten tweede, ik zou daarin verzopen zijn. In de hoeveelheid van andere prikkels die er dan waren. En gelukkig heb ik dat kunnen doen. Uiteindelijk ben je dan na studie van, ik neem aan, drie jaar. Drie jaar, ja. Ik ben afgestudeerd ook. En toen... Want mijn ouder had gezegd, je moet eerst iets anders studeren en dan pas mag je theaterschool gaan doen, sorry. Cliché zegt van, eerst een goed diploma en dan zien we wel. En mijn moeder hoopte dat het over zou zijn. Ja, zoals bij velen, ja. En dat was niet over, natuurlijk. En toen zei ik na... Echt de dag dat ik afgestudeerd was, zei, en nu ga ik theaterschool doen. En mijn moeder zei, nee. Dus die brak haar woord. Dat heeft een enorme... een enorme breuk teweeggebracht in mijn familie. En daar heb ik toch heel veel jaren mee geworsteld. Want dan heb ik gezegd, en toch ga ik gaan. En ik ben dan gelift naar Antwerpen, want ik had geen geld. En ik ben een eendagsexamen gaan doen. En ik was er niet door. Om één reden. Ik had konijnentanden. Ik had zo een spleetje tussen mijn tanden. En ze zeiden op de theaterschool, ja, je gaat daarnaar spreken. Wat ik denk dat niet waar was. Maar je moet dat laten herstellen. En toen hebben ze gezien dat ik echt in zak en as zat. Omdat ik denk, ja, vergeet dat. Ik heb daar geen geld voor. Hoe ga ik dat in godsnaam doen? En toen ben ik thuisgekomen, heb ik dat verteld. Mijn moeder was heel blij. Dat zie ik nog zo voor mij. Nu is dat maar goed hoor tussen mijn ma en mij. Ja. Geen probleem, hè. En ik heb toen een paar dagen zitten treuren op mijn kamer. En toen is mijn vader binnengekomen op mijn kamer. En mijn vader is een hele beschroomde mens. Die kwam nooit op mijn kamer binnen. Ik was een meisje. En dus die klopte aan mijn deur. En die deed de deur open. En ik zie hem nog, hij kwam nooit over de drempel van de kamer. En hij zei, jij gaat je tanden laten maken. Ik ga het betalen. En hij heeft ruzie gemaakt met mijn moeder daarover. En hij heeft betaald. Ze hebben daar dan zo iets over gedaan, weet ik veel wat nog. Zo, wat in de tijd toen kon. En ik ben terug ingangsexamen gaan doen. En toen was ik erdoor. En ik mocht beginnen. En dan ben ik daar 4 jaar door gefietst. Voilà, alsof het niets was. Klas ergens met... Hoogst onderscheiding. Ja, cum laude cijfers. Ja. Ja, hoogst onderscheiding. En het diploma heb ik een paar jaar geleden op het laatste nippertje gered uit de vuilcontainer. Omdat we dat met een zak hadden weggegooid. Maar, oh shit, met diploma. Dat ligt nu ergens op de zolder. Ach, ja. Ja. Voilà. Maar de seut van weleer moet wel, oké, 3 jaar een beetje levenservaring opdoen. Maar dan op tijdeling komen vind ik ook nog altijd vroeg. Iemand van 21. Ja, maar ja. Ex-seut is, zeg maar. Toen was ik al ex-seut, ja. Maar dat is geen evidente wereld, hè. Dat is zo. Dat zijn karakters, ego's, mensen die het willen maken. Hè, ja. Ja, chockerend is dat. Ik weet nog dat wij... We zaten met een heleboel en een aantal bekenden ook. Vele toppelaars zat in mijn klas. En dus er toch een aantal echt wel... chique types. Ja. Maar ik stapte dan over naar de kleinkunstafdeling. Toen waren we opeens met 4, waarvan er de 3 anderen... 1 zit in het Franstalig, is wel wat bekend. 1 Nederlander, die eigenlijk in het Nationaal Toneel... Die is dan toneel gaan doen uiteindelijk en niet kleinkunst. Terwijl ik dacht, dat is degene die het meest kleinkunst is. En dan een meisje die jazz is gaan doen later. Maar ik weet nog, wij waren met 4... Ja, talenten verschillen. Je hebt zoveel verschillende talenten. En ik blonk wel uit in een aantal zaken. En dat wekt bij de ego's heel veel afgunst en jaloezie op. Oeh. En ik had dat allemaal nog nooit niet meegemaakt. Ik kende dat nog ook niet. Ik was zo onschuldig. Maar ook zo kwetsbaar. En ik was daar danig veel en vaak van onder de indruk, ja. Dat ik daar niet mee om kon, dat ik dat heel moeilijk mee had. Ja.
Ja. Kan ik geloven? Kan ik volgen? Ja, ja, ja. Want dan zijn, hoe moet ik het noemen, klasgenoten, jaargenoten, dat is zo'n beetje vaak de grote haaien, hè, de grote concurrenten. Ja, maar ja, dan moet je het mee doen. Hè. Dat is in onze branche sowieso. Hè. Het zijn allemaal grote ego's. Dus misschien zal ik ook een groot ego hebben, want ik sta alleen op het podium. Je moet er maar lef voor hebben om dat te doen. Ja, dat zal wel zo zijn. Toch? Maar ook mee gesukkeld. Groot woord, maar in de jaren daarna met ego's, met jaloezie, wie weet, met concurrentie, mensen die het u niet gunnen? Het is anders. Ik sukkelde vooral met mezelf. Met mijn onzekerheid en mijn minderwaardigheidsgevoel, wat ik had meegekregen van thuis uit. Ondertussen is dat ook... Er zijn veel dingen veranderd en gelukkig maar. Hè. Je moet men op een leeftijd dat al mag. Hè. En dus zag ik dat wel niet, maar het was vooral dat ik het mezelf niet waard vond om daartussen te mogen staan. Dus ik weet, ik heb daar onlangs nog aan zitten denken, zo'n beetje een overzicht van wat heb ik nu allemaal gedaan in mijn leven en wat zou ik nog willen doen. En dan dacht ik van, goh, ik heb toch een paar kansen verspeeld door mijn... minderwaardigheidscomplex. Door te denken, ik ben dit niet waard. En had ik daarin gestaan zoals ik er nu in sta, dan had ik toen die kansen wel veel meer gegrepen. Maar goed... Zoals? Welke dingen dan? Ja, tv-carrière heb ik toch een heleboel kansen gekregen. En op, die is op een nogal abrupte manier gestopt. Omdat ik... God, dat is te lang om uit te leggen wat die precies omstandigheden waren. Maar ik... We waren met een project bezig en doordat ik twijfelde en treuzelde, is dat project gestopt. En toen hebben ze gezegd bij tv van, ja, maar ja, dat gaat hier niet. En die doet er haar best niet voor, terwijl dat helemaal niet waar was. Ja. Maar laat maar. En ja, dat was in elke keer gedaan. En toen want inderdaad, tv was behoorlijk in het begin van je carrière al. Ja. Ik herinnerde mij raar, maar waar was dat? Ja, dat was superfijn. Dat was het allereerste. Met Borgmans het toen nog. Ja, Warre Borgmans. Karen de en Visser. Kriebels, weet ik, was de hit. Echt een dat was hit, echt de hit. Dat was echt, maar ik werkte toen keihard. Hè. Dat was en theater en Kriebels. En ik zat in Wittekerken. Dat was 7 dagen op zee zonder stoppen. En dat was allemaal heel fijn. Maar op een bepaald moment ben ik dan met Wittekerken gestopt. Omdat te veel. En je kunt nergens nog van genieten. Ja, waar ze om 5 uur 's morgens moeten beginnen op de set. 'S nachts thuiskomen. Je sliep maar 3-4 uur per nacht. Ja, ergens houdt het op, hè. Ja. Ook zelfs als je jong bent. Nu zou ik dat helemaal niet meer op die manier kunnen. Maar ik heb toen toch dacht van... Ah... Ja, maar goed, zo is het. Langs een andere kant... heb ik altijd ingezet op dat theater. Altijd. Dat was eigenlijk mijn constante. En ik ben daar erg blij mee. Waarom? Zie mij zitten. Ik ben over de 50. Ik kan nog altijd volle zalen trekken. Ik ben er nog altijd met plezier. Het is keihard werken om daar te staan. Maar we leven in de mediawereld, zeker in een seksistische wereld, waarin dat vrouwen, actrices, vooral boven de 40, bijna niemand heeft werk. Bijna niemand, moet er eens op nagaan. Dat wordt altijd gezegd, hè? Ja, maar het is ook echt zo. Ja. Het is echt zo. Allemaal. En het is zeer seksistisch. En dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. Maar het is gewoon zo. Dat gaat allemaal onderhuids. En dat is erg jammer. Langs een andere kant, ik beschrijf dat ook in mijn laatste boek dat ik nu geschreven heb. Dat ik ergens op een acteursvereniging stond en mij al een heleboel dames boven de 40 stond te spreken, die terecht kloegen. En toen heb ik gezegd, ja, maar waarom doen jullie het niet zelf? Ga aan de slag. Want die mannen, die nemen wel die risico's. Die hebben een productiehuis. Die gaan eraan. Die worden constant afgewezen. Die moeten constant investeren. Ja, die doen dat wel, hè. Het is niet dat dat ook allemaal op hun bord terechtkomt. Nee. En toen heb ik... heel onerbiedig gezegd, en dat werd mij niet in dank afgenomen. Ja, maar stop met prinses op de erhoed zijn. Word koningin. Doe dat. Maar dan moet wel voor
verdorie, ballen voor aan je lijf kweken. En vallen en opstaan. Hoeveel keer ben ik met mijn neus niet tegen de muur gelopen? Ja, ja, ga weer recht staan en ja, doe verder. Dat is het verschil. En ik snap dat iemand zei, maar ja, maar niet iedereen kan dat. Dat is waar. Ja. Dat is juist. Maar ik denk dat vrouwen veel meer in de mars hebben dan dat ze zelf durven of willen toegeven. Want de vrouwenzaak, om het zo te zeggen, ik wil het niet feminisme noemen, maar... Enfin, ja, maar ja. Maar ik vind dat geen lelijk woord. Zoiets in die sfeer. Ik vind dat geen lelijk woord. Daar heb je het altijd voor gehad. Hè? Ben je altijd heel, heel open in geweest. Ja, alhoewel dat ik mij nooit zo op barricades heb geworpen. Nee, ik heb het gewoon gedaan. Dat is het verschil. Omdat ik ook vind dat, zeker vandaag de dag, met de hele MeToo-affaire, is dat vrouwen absoluut voor zichzelf moeten opkomen. Maar, en ik heb een heel enorme grote maar tegen, maar je moet met mannen samenwerken. Want het gaat niet op van tegen iets te zijn. Onze wereld hangt vandaag de dag aan elkaar van tegen dingen te zijn. Wees eens voor iets en ga samen zitten. Want we willen uiteindelijk, ben ik van overtuigd, mannen en vrouwen willen hetzelfde. Maar vanuit een ander perspectief, een andere invalshoek, een ander... Ja, ze komen er op een andere manier in. Ja. En dan denk ik, ja, dat moet je doen. En dat wil dus zeggen dat vrouwen een nek moeten gaan uitsteken, dat dat niet altijd makkelijk is, dat je ook teksel op je neus krijgt. Maar ja, ik denk dan ook mannen krijgen, dat doe ik ze. Allee, ja, maak me daar geen illusies in. Hè? Alleen zullen ze het misschien wat meer verbergen en niet zo makkelijk die kwetsbaarheid laten zien. Ja. Denk ik. Allee, jij bent een man, jij gaat dat beter weten dan ik. Dus, ja. Goh. Vrees ik ook niet de typische man die... Ik denk dat ik misschien voor die sector bijvoorbeeld, ook voor mijn sector, wat dan journalistiek is, misschien zelfs ook te zacht ben vaak. Ja, en dat is ook niet oké. Nee. Niet dat dat een slechte vrouwelijke kant zou zijn. Nee, dat is niet, maar... Ja, maar daar wil ik nu toch eens iets over zeggen. Hè. Ik kom de laatste tijd veel journalisten tegen waar ik dan ook... Ik stel ook vaak eens vragen dan. Van, hoe zit dat dan bij u? En dan ziet je die mensen, en het zijn over het algemeen mannen ook, ziet je dat ze ook gevangen zitten in het keurslijf van een journalist moet hard zijn en moet kritisch zijn en moet dit en moet dat. Terwijl ik denk... Nee, een journalist mag ook empathisch vermogen hebben. En mag die kant ook aanspreken zonder zijn kritische kant en zijn neus te verliezen. Mm. Maar het begrip van... Want ik vind dat daar vandaag de dag enorm veel aan mankeert aan... Niet het, de emotionaliteit. Hey, als er weer een kind in de zee dood ligt te drijven en de dagen nadien is dan... Maar wat gebeurt er verder? Niet dat, maar het begrip van... Kijk eens naar het verhaal van de ander. Kijk eens waar het vandaan komt. Wat er daar... Hoe komt het zo ver zonder met het vingertje? En dat is wat vandaag de dag mensen nood aan hebben. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mm-hmm. Wat ik ook doe, maar dan... Ik bedoel, hè, meegaan, wat de zachte aanpak die de harde journalist dit zal zeggen. Dat is sowieso mijn stijl niet. Maar wat dan vaak zo zorgt voor... dat is... raar of vreemd interview, of terwijl dan heel vaak wel de mooiste dingen eruit komen. Echt menselijke zaken. Ja. Wat ze dan ook wel snappen. Nu, ik doe niet de harde politieke interviews bijvoorbeeld. Nee, ik wil dat ook niet doen. Dat is mijn wereld niet, denk ik. Dit is heel leuk. Dit is met mensen die iets kunnen en iets bewezen hebben, praten. Maar ik wil even terugkeren, als ik mag, naar dat seksistische. Je bent begonnen begin jaren 90, zoiets. Ja, ik ben 90 dus afgestudeerd. We zijn nu... meer dan 30 jaar later, is het echt niet verbeterd, niet veranderd? Nee, ik vind van niet. In 30 jaar tijd? Nee, het is niets veranderd. Nee. Ik vind het echt helaas, hoor. Dat is triest. Ik vind dat heel triestig, ja. Ik vind dat heel triest. Het is echt niets veranderd. En... Maar daar hebben we allemaal schuld aan. Ook de vrouwen. Dus... Daarin neem ik niet een standpunt in van de ene kant of de andere kant. We hebben er allemaal schuld aan. Ik vind dat er niet veel veranderd is. Nee. Wat ik wel moet zeggen, wat er wel anders is, is dat... Maar misschien is dat doordat ik... En dat spreek alleen maar over mezelf daarin. Dat ik heb natuurlijk 30 jaar carrière al achter de rug. En dat ik
plotseling merk dat ik wel door mijn mannelijke collega's gewaardeerd word. Wat ik erg fijn vind, want ik waardeer hen ook heel erg. En dan denk ik, ah, dat is fijn. En vroeger werd er nogal smalend gezegd van, ja, vrouwen hebben geen nummer en dat kan niet. Dus, ja. En dat, er zijn er nog een paar die dat denken, maar ja, laten we dat denken. Trouwens, ik ben geen stand-upper. Ik doe een heel andere vorm van humor. Ik gebruik mijn vrouwelijkheid en mijn kwetsbaarheid om dat te doen. Maar ja... Maar er is op wereldvlak toch nog niet veel veranderd. Ik vind dat echt heel erg. Ja, het schokt mij een beetje. Ja, maar ik vind dat de vrouwen daar meer nog moeten... Dan moeten we maar wat doorbijten. En ik bijt ook door. En ja, kom aan, dames. Doen. En niet tegen mannen, maar samen met mannen. En niet onderdanig zijn. En niet, want zoals dat, ik vind dat veel actrices... Maar niet allemaal, hè, want ik moet opletten wat ik daarin zeg. Is zo het idee hebben van een man bepaalt het dan en ik voer uit en ik ben blij dat ik een... Hoeveel dat ik er op een feestjes heb zien rond een belangrijk regisseur draaien. En dan denk ik maar, allee, met al respect, maar gelokt het toch uit. Allee, maar dan is de consequentie dat ze dan die job niet krijgen... Ja, maar daar ben ik dan te fier voor. Dus ik heb geen carrière in de film. Jawel, ja. Je speelde in Dans. Ja, maar dat is mijn enige filmrol die ik ooit heb gedaan. Tot zover, dat was een kort item, mijn filmcarrière. Het is waar, je speelde in Dans. Ja, in Dans. Ja, heb ik een klein rolletje gespeeld. En dat is niet dat ik dat niet heb willen doen, maar ik heb nooit de neiging gehad om mij... Ja, daar... Ik moet het beleefd uitdrukken. Dat soort... kronkelige gedrag te vertonen, laat ons zo zeggen. Dus Jan Fabre, dat is niet zo uitzonderlijk, ver van zelfs. Nee, en ik gewoon niet zo toen dat uitkwam komen. Van Jan Fabre, was ik daar ook niet van geschrokken. Ja. Ieder met een beetje empathisch en emotionele intelligentie kon weten dat dat gebeurde. De manier waarop hij... Want ik ben ooit stukken gaan zien van Fabre, omdat ik daar wel in geïnteresseerd ben. Maar toen dacht ik... Jij zijn een godverdomme klootzak, een vetzak. Jij buit mensen op allerlei mogelijke manieren uit. En ja, je hebt een gigantisch talent als kunstenaar. Wauw. Blijf ik ook vinden, is zeer bewonderenswaardig. Maar je maakt mensen kapot die kwetsbaar zijn. En dat is niet goed te praten. Maar er moeten toch regisseurs zijn die anders... Ja, natuurlijk zullen die er zijn. Ja, uiteraard. Uiteraard. Ik hoop van wel, maar ik mag het hopen. Uiteraard. En dat zal... Nu zullen ze zich wel... Nu, dat zal wel veranderd zijn. Nu zullen ze zich wel hoeden om dat soort zaken uit te halen. En gelukkig maar. Ja. Gelukkig maar. Ja. Zeker. Ja. Kijk. Terug naar uw carrière. Wat is eigenlijk, volgens u, hè, de grote doorbraak geweest? Het moment waarop Els de Schepper, ex-Seut, afgestudeerde aan Tijdelijk... Het is een goede titel voor een nieuw film. Ja, ja, ex-Seut. Ex-Seut. Vanaf wanneer is Els dan iemand geworden? Wist je van, één, dit is wat ik wou worden. En twee, ik ben gelanceerd. Ja, het lanceren is echt wel... Ja, op VTM bij... Wittekerken, daar is dat echt wel gestart. Dus dat is vrij snel. En Kriebels dan ook. Want daar zit dan meer een persoonlijkheid. In Wittekerken, als soapserie, zit gewoon een personage. Maar daar ben ik gelanceerd. En dan was ik ondertussen al theater aan het doen. En dan ben ik echt begonnen voor 10 man te spelen. Dan 50. En al snel werden dat er 100. En dan weer meer. En dan voelde ik echt... Ja, dit is wat ik graag doe. En was dat toen ook al het theater dat je nu doet? Ja. Ja. En direct na school ben ik daar eigenlijk vrijwel het jaar nadien mee begonnen. Ja, met iets te schrijven. En dat was zeer schoorvoetend en heel klein. En heel belangen niet wat ik nu doe. Maar goed, ik heb daar toen de tijd gekregen om mijn skill te leren. Hè. Dat heeft lang geduurd, maar ik heb wel mijn skill geleerd. En nog steeds ben ik die aan het leren. En ik hoop dat dat nooit ophoudt. Maar toen is dat wel begonnen, ja. En dan heb ik dat heel handig. En daar was ik dan precies dan toch wel met mijn boerenverstand
slim in, dat ik dacht van, oké, dat theater, daar moet ik in investeren. Dus ik stak al mijn centjes die ik verdiende voor tv, stak ik in dat theater, want die eerste jaren verdiende ik daar niks mee. Nul. Dat was echt nauwelijks iets. Maar ik bleef op mijn studentenkot wonen. Ik heb daar 7 jaar gewoond op mijn studentenkot. Ja, ja. Het was gelukkig een groot kot. Ik deelde dat met iemand. We hadden een paar kamers. Maar ben daar blijven wonen. Totdat ik voelde van, oké, nu begint dat een beetje iets op te leveren. En dan ben ik verhuisd. Dus ja. Ik heb daar veel voor over gehad, maar ik wou dat ook. Ja. Dus, ja, niks zonder moeite, hoor, in het leven. Nee, zeker niet. En dat is het verhaal ook van elke komiek. Ja. Want je staat dan voor die zaal waar 10 man zit. Of 6. Ja. Of 2. Ja. Waarom, denk ik, dan blijf je het voortdoen? Hè? Het is natuurlijk het gaat over passie en over wil en ambitie en noem maar op. Maar dat zijn toch harde tijden. Het begin is toch het moeilijkste? Ja, maar dan heb je ook enorme drive ook om dat te doen. Ook daar weer, ik onlangs weer een gesprek over gehad, was zo interessant, is in de zin van heel velen staan op podium, en het zijn weinig die dat willen toegeven, staan op het podium omdat ze een nood hebben dat ze graag gezien worden. En dat ze dat super onzelfzeker zijn, want het zijn heel veel kwetsbare, onzelfzekere cabaretiers en mensen, die onder een dikke laag ego verbergen. En die zeker op die manier beginnen. En zie mij graag, zie mij graag. Dus je stelt je zeer kwetsbaar op, omdat je zo enorme nood hebt en een hoeveelheid kunt krijgen van zie mij graag. Dus het is heel tegenstrijdig. En ik heb dat bij mezelf ook wel gevoeld. Dat was ook echt wel zo. En ik had dan een talent en daar kon ik iets mee doen. Ja. Dus dat is goed. En dan heb ik dat doorheen de jaren zien veranderen. Dat, hoe moet ik het uitdrukken? Ah ja, de voeding die het publiek u geeft, van zie mij graag, zie mij graag, is doorheen de jaren veranderd in, ik heb iets te vertellen en ik geef terug. Ik geef voeding terug. En ik heb dat nu met de laatste voorstelling die ik speel, die toch wel over een zwaar onderwerp gaat, hè, over zelfmoord, over een eind aan maken. En dan vertel ik heel veel persoonlijke dingen. Ik lach ook gigantisch met mezelf. Ik lach mijn eigen echt vierkant uit. Maar zie ik aan mensen wat ze daaraan hebben. De erkenning, de warmte. En dan denk ik, oh, dank u dat jullie mij gegeven hebben. En ik ben blij dat ik iets mag teruggeven. Dat, echt, dat voel ik echt. Ja. Dat is heel schoon, dat mag. Het is heel schoon, absoluut. Ja. Je kiest niet het evidente pad, hè? Dus, nee. Als de schepper is niet de moppentrommel. Hè? Ja, ik zou erin, dat, hè, maar ook niet kunnen, eerlijk gezegd. Ja. Ik bewonder stand-up comedians. Ik moet dat echt... Wauw. En dan zit ik daar altijd naar te kijken met een mengeling van een klein beetje toch jaloezie en bewondering, dat ik denk van... Oh, allee, dat je dat kunt. Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Maar ik heb een andere kunde. Ja, ja, ja. En dat is mijn kunstje en dat doe ik. En ik zie dat dat mensen echt raakt. En dan denk ik, oh ja, ik doe dat en dat kan ik. En dan probeer ik mezelf ook steeds opnieuw in haar uit te vinden en nieuwe vormen te vinden en nieuwe manieren. En dat is ook goed, hè? Ja, absoluut. Want het is wel uniek. Het bestaat eigenlijk bijna niet wat ik doe. Ja. Dus dat is wel fijn. Hoe zou je het zelf omschrijven? Ja. Stel dat er een woordenboek van de comedy komt. En als de schepper haar voorstellingen moeten een label krijgen. Een label? God, daar moet ik niet over nadenken. Ik ben tegen etiketten en formats en overal. Ja, maar ik snap het. Hoe zou je het zelf omschrijven? Het is... Oh, dat is de moeilijke, hè. Ik denk niet dat je dat in één woord kunt omschrijven, maar dat het... Ja. Maar die cliché van de lach en de traan, hè. Ja. Pff, ja, dat is zo cliché. Maar ja, dus het is wel... Ik raak mensen met de lach, maar ik raak ook mensen in hun hart en in hun buik. Dat is het gewoon. Ja. Maar hoe, pff, dat is en echt niet genoeg. En ook een beetje cliché van de tranen van de clown? Ja. Die, hè? Ja, die twee kanten, grappig, die twee kanten zitten er bij mij heel erg in. Hè. Ja, dat heb ik altijd gedaan en nu meer dan ooit. Ja.
Dat is het. Als ik straks op een label kom, zal ik het u zeggen, maar ik weet het voorlopig nog niet echt. Ik hou het voor straks. Is dat een missie, om het zo te zeggen? Mensen amuseren, mensen raken? Het is een passie. Het is een enorme passie. Ik vind dat ik daarvoor geboren ben. Dat ik daar... Dat is wat ik kan, dat is het talent dat ik gekregen heb. En dat is een drang die veel dieper gaat dan... Wat ga ik vandaag niet meer doen en ik moet mijn geld verdienen? Ja, het is de aard van het beestje. En ik ben blij dat ik dat mag hebben. Want ik heb... Toen ik 18 was, ja, vroeger nog, eerder nog, ja, deed ik altijd vakantiejobs en zo. Want ja, ik heb zo, toen ik naar theaterschool gegaan ben, stond ik volledig in voor mijn eigen levensonderhoud. Dus ik ging ook werken ondertussen. Ja. Ik ging 's nachts werken. Wat ik allemaal gedaan heb, naaktklassen, zo schilderklassen. Ja. Zo. Ik ga opdienen in de Narenberg Schouwburg in de tijd. Ik heb 1000 dingen gedaan, maar het ergste wat ik gedaan heb, was... aan de lopende band in de fabriek. Eigenlijk nog in de drukkerij, wat nu Primo is, tv-gids of zoiets, ja, ja, ja. Heb ik toen nog gemaakt, aan de lopende band. En toen heb ik... En dat waren mensen die niet veel ouder waren dan ik op dat moment. En dan dacht ik, dit is zo geestdodend. Dit is zo om te sterven. En andere mensen zijn daar heel blij mee en willen ook niks anders doen. Dat snap ik ook wel, want ieder zijn bewonderd dat mensen dat willen doen. Maar toen dacht ik, dit nooit. Nooit in mijn leven. En later stond ik dan op het boekje. Met mijn kop. Van de schouwburg waar je opdiende. En het leukste wat ik als vakantiejob gedaan heb, is een gokkantoor openhouden. Toen ik 18 was. Echt waar. Een TRC-kantoor. Dat was strafzen, hè. Daar doen de mensen kennis op. Ja, waarom? Ja, jong. Daar zie je mensen die heel rijk zijn, die komen gokken. Nu is alles online. Toen was dat nog niet zo, want het was nog geen internet. En zo oud ben ik, ja. Maar mensen die heel rijk zijn en mensen die heel arm zijn en die verslaafd zijn. En je doet enorm veel kennis op. Dat was een bijzondere vakantiejob, moet ik zeggen. Ja. Mensenkennis. Ja, dat TRC-kantoor open. Ja, je ziet de pijn van mensen, je ziet het verdriet, je ziet de mensen die er op niks geven, de ego's passeren. Het is interessante omgeving. Ja. Het is misschien ooit nuttig geweest voor je shows? Ja, ik heb er nooit rechtstreeks iets mee gedaan, maar wel al dat soort mensenkennis is wel... Ja, dat werkt wel, om typicus te kunnen spelen, om die personages te kunnen ontwikkelen. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Ken jij jouw publiek goed? Ik bedoel daarmee, heb je echt een zicht op... Dat zijn nu de mensen die naar mij komen kijken. Ja. Dat is de categorie. Dat hebben ze graag, dat niet. Of is het zodanig divers en breed dat het... Het is redelijk breed. Ja. Het is natuurlijk ondertussen... Je kunt niet zeggen dat er mensen zijn die alleen maar tv kijken, die komen kijken, want ik ben al lang niet meer op tv, dus mensen kennen mij daar ook al niet meer van. Ze komen echt specifiek voor mij, voor wat ik in theater doe. Dus aan zich ben ik daar erg blij mee. Het is een divers publiek. Natuurlijk, met dat je ouder wordt, wordt je publiek ook wel wat ouder. Mm. Dus ik hoop altijd dat er aan de onderkant mensen bij komen. Dat heb ik altijd graag. Er komen toch wel wat jonge mensen kijken ook. Maar het is een publiek dat graag geraakt wordt. Dat is, die komen omdat ze weten dat er diepgang in zit, maar dat ze ook een keer het volgende moment kunnen lachen. Dat het heel erg switcht in de emotie. Dat vinden ze fijn. En dat is hetgeen wat ik ook het liefste doe. Dus dat matcht gelukkig goed. Hè? Ja. Ja. Ik ga niet opeens alleen maar een hele dramatische... rol gaan spelen. Ik heb dat wel gedaan met Pia of the Musical, maar dat is een ander publiek ook. Hè. Dat is, er wordt een musical publiek aangesproken, dus dat is iets anders. Heb je ambitie ook niet? Om bijvoorbeeld eens... Oh, zeg maar iets. En Who's Afraid of Virginia Woolf te spelen. Voilà. Oerklassiek stuk. Ah, ik zou dat wel willen doen. Ja, zeker. Ik zou dat wel willen doen, maar ten eerste word ik daar niet voor gecontacteerd. En ik vraag mij af... Dan zou dat ergens anders moeten zijn, want mijn publiek gaat daar niet geïnteresseerd zijn. Ja. En ik doe graag wat ik doe, maar als
pauze zou ik dat wel zeer, zeer fijn vinden om zo een heel mooi stuk te kunnen spelen. Ja. Zo, ja. Een klassieke Tsjechof, Shakespeare. Zeg ja, iets, ja, ja, ja. Waarom niet? Oh, Shakespeare. Ja, fantastisch, hè. Want ik zie jou daarin. Het is niet toevallig dat ik Taming of the Shrew. Ik zie jou in een Shakespeare-rol. Ah ja, natuurlijk. Ja, en ik zou dat heel fijn vinden om dat te doen. Dus ik ben altijd van kleins af aan... Heb ik Shakespeare gelezen? In de tijd waren er heel veel verfilmingen, maar zo theatrale verfilmingen van Shakespeare, maar toch voor tv gemaakt, op BBC. En ook, die werden dan op VRT uitgezonden. En daar keek ik allemaal naar. Oh, ik vond dat heerlijk. Felicity Kendall, dat was mijn groot idool. Terwijl dat die eigenlijk ook een komische serie deed. Die komische serie, ik weet dat niet meer, met haar man. En ze waren dan zo... Ik zou dat moeten opzoeken hoe dat noemt. Maar die speelde dan ook in Twelfth Night, denk ik. Of Much Ado About Nothing, dat weet ik niet meer. En ja, ik vond dat heerlijk om dat te zien. Dat is echt fantastisch. Wat dat betreft zijn wij in Vlaanderen toch zeer... Ook hokjesdenken. Jongens, dan denk ik, allee, kom aan. Stop nu toch eens met dat hokjesdenken. De grootste komische acteurs zijn degenen die ook het meest dramatische rollen kunnen spelen. En het is niet alleen acteurs, maar ook onze cabaretiers, die kunnen dat eigenlijk, hoor, velen. Maar daar wordt... Dat blijft toch heel... Ja, wie cabaret doet, blijft dat maar doen. Ja, ik vind dat allemaal ook weer zo jammer. Ja. Het grote theater, of omgekeerd. Ja, ja. Nou, jammer, ja. Ik zie wel acteurs meer en meer naar het podium schuiven. Ik denk gewoon comedy-wise, Adriaan van den Hoof, die dan meer comedy is gaan doen en eigenlijk begonnen is als acteur. Ja, ja. Zijn de komische acteurs vaak, dat ja. Wel. Dus er is wel wat meer uitwisseling, denk ik. Ja. Weinig. Maar het is toch wel nog weinig, hè? Weinig, ja. En de vrouwen vooral, hè? Daar mankeert het heel erg aan, hè? Ja. Dat is de clichévraag, hè? Maar hoe komt dat? Dat er zo weinig vrouwen... Ik weet met niet, humor dan, bezig zijn. Dan moet aan die vrouwen vragen, want ik toch wel wat vrouwen die humor hebben in het dagelijks leven. Dus denk zelfs meer dan ik in het dagelijks leven. En ja, hoe komt dat? Ik weet dat niet. Je hebt natuurlijk het pure, domme, biologische gegeven dat vrouwen kinderen krijgen en dat op hen neerkomt om die kinderen te verzorgen. Dat hoor ik van alle vrouwen. Dat het uiteindelijk toch nog altijd zij zijn die voor het grootste deel de opvoeding van hun kinderen op zich nemen. En... Ik pleit mee schuldig. Het is echt zo. Hè. En dan denk ik, ja, vrouwen, daar moet u dan niet meer in laten doen. Maar langs de andere kant denk ik dat dat ook hormonaal is en dat dat dan toch ook wel... Allee, niet dat dat mannen vrij pleit daarvan, maar dat dat daarmee te maken heeft. Ik heb geen kinderen, dus ik heb alle ruimte gehad om dat wat ik nu doe helemaal uit te bouwen. Dus had dat ermee te maken of niet? Nee, want ik heb wel kinderen gewild en ik ben ook zwanger geweest. Maar ik was zwanger van een tweeling en ben die verloren ook. Maar, en nadien wou ik dat niet meer. Ik wou dat traumatische gegeven niet meer meemaken. Mm. Maar had ik kinderen gehad, dan was het heel anders gelopen natuurlijk ook. Dan moet je je leven anders inrichten, hoor. Dus... Het heeft mij ruimte gegeven. Maar langs de andere kant zal het niet volledig daarmee te maken hebben. Het is wat ik daar straks ook zeg. Je moet ondernemerszin hebben. Je moet willen zelf de stuwende kracht zijn in uw bedrijf, in ervoor gaan, in schrijven, in mensen aantrekken. Het is niet aflatend. En ook daar is niet iedereen gegeven, zowel mannen als vrouwen niet natuurlijk, maar ja, je moet er wel wat mannelijke kracht voor, of het typische cliché van de ondernemende man, dat moet je wel hebben ook in jezelf. Ja. Of willen ontwikkelen. Maar dus vrouwen en humor, wat dat betreft, dat kan toch het probleem niet zijn? Nee, ik vind dat ook niet. Vind ik ook. Dus ladies, go ahead. Soms anders gezegd, maar... Ja, ladies, go ahead. Ja. Ja. Ja, het is... Ja, ik heb er verder ook geen uitleg voor hoe het dan verder komt. Alhoewel, dat in het buitenland heb je er wel veel, hè? Heel veel vrouwen. In Engeland, in Engeland, Nederland, Amerika, Frankrijk Nederland, ook. Ja, het is inderdaad waar. Frankrijk, Engeland, VS, noem maar op, veel vrouwen. Wij dan niet, is dat het
het Vlaamse geven, kantje, ik weet het niet. Beetje, misschien. Ik kan dat niet. Het is toch niet. Ook wel zo dat als je je kop boven het koren uitsteekt, dat er maar afgekapt moet worden. Hè. Dat is toch nog altijd typisch Vlaams, vind ik. Dan denk ik, allee, jongens, kom aan. Wees toch eens op vier dat iemand iets bereikt heeft. Ik kan ontzettend blij zijn voor iemand dat hij iets bereikt. Maar dat is echt niet typisch Vlaams. Hè. Nee. Dat is echt niet typisch Vlaams. We zijn rap boos, kwaad, jaloers. Ja. Iets, elkaar ja, iets niet het gunnen. Ligt in dat de is ogen niet een van gunnen. De lelijkste kanten van de mens. Ja, en dat is helaas heel Vlaams. En dan denk ik, allee, je zou moeten verdorie, moeten content zijn, jong. Want als iemand succes heeft, heeft hij in zijn kielzog of haar kielzog, neemt hij een heleboel mensen mee. Dus daar moet er toch content voor zijn. Ja, dat is echt typisch, ja. Hopelijk gaat dat er ooit eens uit, maar goed, ja. Ach. Wie zijn jouw helden, wil ik het niet noemen, maar de mensen die je graag bezig ziet. Ah, in ja, jouw branche. Ik heb toch wel wat helden. Maar helden zullen jullie wel hebben, ja. Maar... ja. Als kind, Bette Midler. Dat is mijn grote held. Daar heb ik mij aan gespiegeld ook. Mm. Alhoewel dat zij een Joodse is en Joodse humor heeft. En ik ben absoluut niet Joods, alhoewel men me dat ooit gevraagd heeft. Wat? Raar. Ja. Zeg van, zeg jij Joods? Nee. Maar goed, ja. Ja, het is gewoon de combinatie, de vorm ook. Hè. Liedjes zingen, een verhaal te vertellen, een sketchje doen, een personage doen, een grap vertellen. Ja, dat zit er allemaal in en dat doe ik ook op mijn manier. Ik doe er dan nog wat acrobatie bij, nog wat clownerie bij, omdat ik dat gewoon heel fijn vind. En daar heb ik mij altijd aan gespiegeld. Wie ik absoluut bewonder, en dat was de enige bekende iemand in de wereld waar ik er niet goed van was, dat hij dood was, dat was Robin Williams. Daar was ik echt kapot van dat hij zelfmoord had gepleegd. Dat is 3 jaar geleden. Ik weet nog waar ik was toen ik het nieuws binnenkreeg. Ja, ik ben ook een ongelooflijke fan. Michael Jackson had ik dat helemaal niet toen. Nu is dat ook al helemaal anders ondertussen. Maar toen had ik zoiets van, ja, nee, ik heb daar niks mee. Ik vind dat hele mooie muziek en toffe muziek, maar ik heb niets met die man. Maar Robin Williams, oh, omdat ik... Ik heb dan zijn documentaire achteraf gezien over hem en wat er allemaal gebeurd is. En ik heb heel goed gevoeld waar dat die man aan twist in zichzelf had. Ja, die clown, hè. En hij was extreem clown. Extreem. Dus die ene kant die wij gezien hebben altijd van hem, maar die andere kant was even extreem. En dat zag je ook in zijn dramatische rollen. En dan denk ik, ja, ik snap dat die man er een eind aan gemaakt heeft. Ik denk ik, maar dat is nu het leven en aanvaarden dat de dingen veranderen ook, is heel moeilijk. En zeker als je dan zo'n carrière en zo'n... Ja, goh, kijk, ja. Fenomenaal talent, hè. Ook fenomenaal. Fenomenaal. Dat ik dacht van, oh, ja, maar als ik daar nog maar een tiende van zou hebben. Jongen. Maar ja, dat is echt zo. Dat is een held, echt, voor mij. En hier Urbanus, hè. Ja. Als mijn held, hè. Ja, de Urbain. Ja. De held van velen. Ja. Van veel Vlaamse komieken bedoel ik. Ja. Dat is echt zo de peetvader. Ja, dat is echt... Ja. Omdat hij ook die twee kanten heel erg heeft. Zijn liedjes zijn heel mooi ook. Hè. Ja. Er zitten heel schone dingen in. Hè. Ja. Ja. Ja, zijn liedjes... Zei je dan, mijn bindteksten zijn belangrijker geworden dan mijn liedjes. Ja. Initieel was hij zanger. Hè. Ja, natuurlijk, het is dat. Maar ja, goed, hij heeft zich ontwikkeld. Oh, fijn. Ja. Ja. Volg je de comedy in Vlaanderen? Ik bedoel, jaloers zijn op stand-up comedians, of wie dan bijvoorbeeld? Ja, niet genoeg. Ik volg het gewoon niet genoeg. En dat is denk ik bijna elke comedian, die gaat niet naar anderen kijken. Ik probeer wel, maar het is weer al veel te lang geleden. En ik vergeet het dan ook altijd allemaal. Maar ja, de Comedy Focus ga ik wel altijd eens naar kijken. En ik ga niet graag naar premières. Waarom? Omdat ik weet hoe kwetsbaar iemand is en hoe hard ze hun best doen. En stel dat je het dan toch niet zo je ding vindt.
ik zou dat nooit kunnen zeggen tegen iemand. Omdat ik dat... wie ben ik? En ik vind iedereen die het lef heeft en daarvoor te gaan staan en op het podium gaan staan, die moet je applaus geven. Hoe dan ook. Ik vind dat... Ja. Ja, dus ik probeer dan altijd zo achteraf een keer te gaan kijken of zo. Een keer zo tussendoor te gaan kijken. Dat vind ik veel, veel leuker. En dan kun je achteraf ook echt wel met iemand praten. En als je kunt gaan kijken zonder dat ze het weten dan, en je vindt het niet goed, dan kun je weggaan. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen maar tegen iemand. Maar ja, gewoon ook omdat iedereen staat zijn best te doen. Allemaal. Dus waarom zouden daar nu kritiek op leveren? Dat is ook zo'n ziekte van onze tijd, jong. Allee, ja, dat is altijd al geweest, maar... Oh, ieder een domme kloot heeft een mening. En laat niet na ze te om die spuien. Te spuien. Liefst zo vuil en luid mogelijk. Ja. Wat is dat trouwens toch met die premières? Ik sprak onlangs met een grote dame toch nog van het theater bij ons, met Chris Lomme. Die haar fantastisch stuk moest spelen in de KVS en die absoluut niet uitkeek naar die première. En daarna zal het wel beter, zei ze dan, en loopt het wel beter. Dat is iets, hè. En iedereen zegt dat. Die première is, oh, daar houden we niet van. Terwijl ik er met de jaren milder tegenaan kijk, in die zin dat ik weet dat het publiek dat daar komt... is het publiek dat van u houdt. En die willen graag. En je voelt ook die golf over je heen komen, waardoor dat ik dan soms denk... Ja, goed, ik ga daarvan genieten. Ik wil bijvoorbeeld nooit weten of er critici in de zaal zitten. Ik wil het ook niet weten. Ik lees ook nooit kritieken. Nooit, omdat het mij te veel pijn doet. Het doet mij... Echt waar, ik meen dat ook echt. En lees je niet de goeie ook? Nee, ik wil geen enkele kritiek lezen. Terwijl ik vind de critici hebben hun waarde, absoluut, hè. Laat het duidelijk zijn, maar zij beseffen veel te weinig, of toch sommigen, hoeveel daaraan vooraf gaat, wat je daar allemaal voor over hebt. En als ze dan met één pennenstreek, en er zijn er een paar, u gewoon neerhalen en heel persoonlijk worden en heel gemeen zijn, dan denk ik, ik hoop dat je net als Wim van Gansbeke in der tijd de gevreesde criticus, dat je je job verliest, dat je dan maar zelf op theater gaat staan en dan ook afgemaakt wordt. Want dan zult je eens voelen hoeveel pijn zulke dingen doen. Ik vind dat een noodzakelijk kwaad, critici. Zijn er geen goede critici? Goede recensenten? Er zijn goede recensenten, absoluut wel. Er zijn er die het met zeer goede nuance brengen. En daar ben ik dan ook blij om. Maar ik zeg het, en dat is niet voor die mensen, hè, want die mensen moeten hun job doen. Maar het doet mij gewoon te veel pijn. Dus? Ik lees. En dus heb ik tegen mijn bureau gezegd, ik lees geen enkele kritiek. Ik moet het mij niet laten weten. Gebruik jullie wat jullie nodig hebben, want uiteindelijk is dat... Ik speel voor mijn publiek. Ik speel echt voor mijn publiek. Die wil ik deugd doen, die mensen. En gebruikt jullie dan maar het boekingskantoor, wat jullie daarvan nodig hebben. Maar ik hoef het... Nee, want het doet mij gewoon te veel pijn. Ik heb daar echt verdriet van. Ik ben daar dan echt kwaad over. Omdat... Dan denk van, ik zou godverdomme een keer willen dat jullie meelopen en weten wat dat eraan vooraf gaat. In plaats van dat je... En nogmaals, ze zijn niet allemaal zo, hè. Maar dat je het empathisch vermogen van een amoebe laat... in uw schriftuur laat zien. Dat vind ik echt... Pff. Ik vind dat jammer. Maar ook dat is onze tijd. En blijkbaar, omdat iedereen een mening heeft en ze spuit en ongefundeerd spuit, moeten zij daar nog straffer tegenop gaan en wordt dat alleen maar gemener en gewelddadiger en kapotmakend. Daar staat dan tegenover... dat bijna niemand dat nog leest. Wat ook heel erg is voor hen, hè? Want zij moeten een job doen, hè? Maar niemand leest dat eigenlijk nog. Hè? Heel weinig. Ja. Kranten doen ook nog iets met recensies of sites. Ik heb het vaak gedaan voor
redactie.be in de tijd. WRD Nieuws nu. Ja. Eerder stukjes voor het journaal, maar dat is geen recensie. Dat is, ja. Ja, stukjes. Ach, en weet je... Ja. Je hebt... Ik heb altijd beweerd, en dat is ook zo, dat ik wist hoe moeilijk dat is, zo'n arbeids- of productieproces. Zelf ook ooit comedy gedaan en geprobeerd, en improtheater, maar op een heel bescheiden niveau. En dan weet je van, ja, je kan eigenlijk in 4 woorden iemand volledig kapot maken. En... Als dat wat is uw de bedoeling is, ja. Ja. Maar wat is uw bijdrage aan de wereld dan, vraag ik mij af. Dat is toch triestig. Ik vind dat triestig, ik kan daar niet aan doen. Ik denk, als je dat op een hele genuanceerde manier kunt schrijven, daarna dat mensen zoiets hebben getriggerd worden, ik ga kijken of ik ga niet kijken, dan snap ik dat nog. Maar goh, veelal is het toch niet zo. En dan denk ik, ja, als dat uw bijdrage is aan de wereld, keer op keer mensen kapot schrijven, en ze echt pijn doen, daar waar het heel erg raakt. Met alle respect, maar dan zijn een monster zonder waarde geworden. Ja. En er zijn er die anders zijn. En gelukkig maar. Gelukkig maar. Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen geen kritiek mogen hebben. Oh, nee, natuurlijk niet. Want je vindt wat je ervan vindt. Maar het ontbreekt ons al vandaag de dag aan nuance. Alles wordt gepolariseerd. Ik blijf erbij. Onze uitdaging vandaag de dag is namelijk naar die nuance gaan en die kwetsbaarheid te omarmen en te zorgen dat je de kwetsbaarheid niet als een zwakte ziet, maar juist als een sterkte en van daaruit kunt dingen bekijken. Blijf daarbij. Heel het leven zou zo moeten zijn. Ja, je hebt iets moet ik het zeggen, overtuigend, dat ook in jouw show zit natuurlijk. Is dat ook de taak van een komiek, een acteur, een actrice, een... Dat weet ik niet. Kan humor de wereld redden, om het nu in een hele, in een hele groteske te stellen? Of de wereld helpen, misschien? Ja, bedoel, als er nou zo 1 grap zou bestaan die je over heel de wereld zou kunnen vertellen, waar iedereen constant mee moet lachen, dat we zo in een collectieve lachkramp geraken, ja, dan kun je echt wel geen geweren meer afschieten, denk ik dan. Oh, dat zou toch heerlijk zijn? Ik vrees alleen dat dat zo niet in elkaar zit, natuurlijk. Maar het ding, er zijn dingen die humor en samen muziek maken, zingen, dan kun je bijna geen ruzie maken ondertussen. Dat is echt iets wat werkt ook. Alleen, ja, het leven zit veel ingewikkelder in elkaar. Hè. En kan humor de wereld redden? Het kan het leed tijdelijk verlichten. Als ik zie met wat ik allemaal in mijn leven ben geconfronteerd geweest... Als ik geen humor zou gehad hebben, dan zou ik er niet meer geweest zijn. Dat meen ik echt. Ja. Dus niet had kunnen lachen met mezelf. En er is maar 1 moment in mijn leven geweest, een maand lang, dat ik niet meer kon lachen. Dat ik het licht in mezelf kwijt was. En als ik zware burn-out had en daarop volgend een zeer zwaar auto-ongeluk en ik letterlijk op de zetel moest liggen en letterlijk niets meer kon opheffen. Ik kon zelfs die tas koffie niet meer van opgoffen krijgen. Zo kapot was ik en zo moe en zo uitgeput. En mijn hersenen begonnen rare dingen te doen. En ik heb toen aan de bel getrokken, want toen zei er iets in mij van maak er een eind aan. Want als je, nu heb je niks meer. Je hebt... En ik was ook nog eens in de zware schulden beland door iemand. Ik had echt niets meer. Niets. Niet emotioneel, niet mentaal, niet fysiek, niet financieel. Ik had niets meer. En toen dacht ik... Waarom zou ik voortdoen? Maar, en daar vertel ik over in de voorstelling, op een andere manier natuurlijk dan dat ik het nu vertel. Ik heb toen wel de tegenwoordigheid van geest gehad om te zeggen... trek dan de bel, steek uw handen uit. En dan heb ik gelukkig een hele goede huisdokter gehad die mij geholpen heeft. Dan ben ik eruit geraakt. En dan zijn er mensen gekomen en dan is dat beginnen evolueren. En wat dat was de echt mijn breekpunt. Therapie, psychologen, onder medicijnen? Andere speciaal. Nee, geen medicijn. Ik wou geen antidepressiva, want ik denk dat dat niet helpt, namelijk. Ik heb therapie gehad, zowel fysieke therapie als psychotherapie, als een aantal... vrienden. Ik ben er dan uiteindelijk toch, hebben ze mij meegepakt, erop uitgetrokken. Ben in de zon gaan zitten met een groentenhof.
mij geweldig geholpen. Mijn tuin heeft mij geweldig geholpen. In de aarde zitten met mijn handen. Voor zover het kon, als ik na die maand mocht bewegen. En dan dat heeft mij geholpen, ja. En dan ben ik stilletjes aan het licht terug beginnen zien. Ja. Maar het was ernstig. Ja. Een mens kan diep zitten. Ja, dat plots. Was het diepste. Dat was voor mij het breekpunt. Het was echt voor mij het breekpunt. Hoe lang is dat nu geleden? Rond 2010? Ja. Nee, 2011. Oh. Het was later, want ik was al verhuisd naar mijn huis, hier waar ik nu woon. Ja. Dus het was ergens rond die periode, ja. Heeft de leeftijd daar ook mee te maken? Ik bedoel, midlife... geweldig cliché, ik weet het. Ja, maar ik vind daar niks mis mee, want dat zijn toch wel de fases in het leven waar een mens doorgaat. Het had met mij meer dan dat te maken. Het was de hele boel trauma's in mijn leven niet verwerkt. En waar ik wel veel humor mee gemaakt heb. Bijvoorbeeld de sketch De Foetus, die ik vele jaren heb gespeeld. Waar ik mij afvraag als foetus in een baarmoeder. Dat was een hele mooie sketch, een leuke sketch. Ik zou hem nog altijd met veel plezier spelen. Die is de foetus zich afvraagt, hoe gaat het leven daaruit? En hoe gaat mijn mama eruit zien? En mijn papa? Maar mijn papa heb ik al gezien, dat is een lange, smalle kijk. En die komt langs hier binnen. daar heb ik... En dan... daar heb ik natuurlijk achteraf bedacht. Ik bedenk dat niet heel rationeel. Zulke dingen komen gewoon heel... Ja, intuïtief. Maar achteraf, nu, bedenk ik mij dan... Denk, je hebt met het leven geworsteld. Dus je hebt zeker mijn moeder. En gelukkig zijn we daar ook uit. Maar dat was geen evidentie. Dus ik heb met de moeder-kindrelatie enorme problemen gehad. En dus van daaruit wordt zo'n sketch dan misschien onbewust geboren. Misschien, hè. Ja. Het een heeft misschien wel met het ander te maken. En... Dus het feit dat ik daar humor heb kunnen maken over een heleboel zaken, hebben mij ook wel gesteund. Ja. Ja. Het is zeer autobiografisch, hè, wat je doet. Ja. Wat voor een schrijver, denk ik, altijd het geval is, voor iemand op een podium, misschien eigenlijk al iets minder. Eigenlijk put iedereen uit zijn leven. En uit iedereen die iets op een podium staat, die schrijft, of die iets persoonlijk maakt. Allee, en vroeger mocht dat niet zeggen, hè. Dat was vies. Hè. Nu, sinds Tom Lanois over zijn moeder een roman geschreven heeft, mag dat wel. In de ene keer dan denk ik, dank u Tom Lanois. Maar ik ga daar nogal ver in, maar dat is ook mijn kunstje en wat ik graag doe. Plus, je ziet ook de herkenbaarheid en de erkenning bij mensen en de warmte die ze daar al ontlenen. Dan denk ik, waarom zou ik het niet doen? Maar volgende keer maak ik misschien iets totaal anders, volgens waar de neus staat en waar de goesting is om dingen te doen. En gelukkig maar dat ik dat allemaal heb mogen gebruiken. Maar het is ook de observatie van wat je om je heen ziet, natuurlijk. Het gaat niet altijd alleen over mezelf. In deze voorstelling speel ik weer mijn personage Klein Elske. En die heet toevallig Klein Elske. maar ik heb mijn moeder eens komen kijken. Het gaat heel veel over de moeder-kindrelatie. Maar ik heb gezegd, ma, niet alles gaat over u en niet alles over mij. Want ik speel daar een Klein Elske dat in een gezin opgegroeid is waar ze op elkaar kloppen. Goh, dat is bij ons niet echt gebeurd, moet ik zeggen. En Klein Elske zegt over haar moeder die drinkt. Mijn moeder heeft in haar leven nog geen druppel alcohol gedronken. Dus ik heb haar gezegd, dat gaat niet allemaal over. En ze zei, nee, dat is theater en dat snap ik ook wel. Dus, maar sommige dingen zijn universeel. Als ik daar mensen over spreek, hoeveel dochters en moeders dat er problemen hebben met elkaar? Nou, het zijn er wel wat die ik ken. Best wel, wees maar zeker. Ja. Het is geen simpele relatie, maar ik heb dat doorwerkt en dat is goed. En ik heb daar dan humor mee gemaakt en dat is ook weer fijn, natuurlijk. Ja. Dus er moet nog veel gebeuren in mijn leven. Ik moet nog veel shows kunnen schrijven. Ja, dus... be my guest, maar be careful what you wish for else. Be careful. Het mogen leuke dingen zijn, jongens. Nooit geen schrik gehad, of misschien wel, van... het writersblok, niet meer weten wat nu gemaakt, gezegd, gespeeld. Wel, die donkere maand. Ja. Die donkere maand, dat was compleet... Ik wist niks meer. Het had ook allemaal geen zin op dat moment.
Dus dan heb ik 6 maanden op de zetel gelegen en in mijn hof en de tijd gegeven. Want je moet het ook loslaten dan, dat het niet is, dat het niet komt. Hè. Hoe meer dat je gaat proberen om het te laten komen, hoe minder dat komt. Dus ja, maar dat is de enige keer in mijn leven. Ja. En de rest denk ik, oh, want Tom Boekingskantoor die zei al toen ik... wat er nog... de première gedaan hier in Gent van mijn laatste show. En de dag nadien belde ik al. Zeg, wanneer gaan wij vergaderen voor dan de volgende show? En die zo, Els, we gaan toch eerst deze even doen, hè? Zeg, ja, maar ja, Kaal, goed idee. Want dat heb je wel, hè? Helemaal teruggevonden, toch? Die energie, ja, die absoluut, drive. Die drive heb ik teruggevonden, ja. Ja. Gelukkig maar. En kan je daar nu op terugkijken? Van, ah ja, dat is het, hoe gebeurt het met mij en... Ja, het heeft nog vele jaren geduurd eer ik helemaal door was, door alle trauma's en de echte verwerking van een heleboel trauma's. En tot zelfs december 2017. Hè, toen is er echt weer een klik gekomen door de dood van mijn grote liefde in mijn leven. En die ging ik... Wij waren 3 jaar samen, nadien... Heel lang niet meer, 15 jaar niet meer, 14 jaar. Maar we waren altijd de beste vrienden. En hij woonde in Saudi-Arabië, ik woonde hier. Maar wij belden heel veel, voor zover dat kon. En dan met WhatsApp, op het moment dat ons... ik had voorvoeld, want in mijn vorige show, niet deze, de vorige show, had ik al dat verhaal verteld, hoe wij elkaar hadden ontmoet. Mijn heel schoon, over reisverhaal en zo. En ik had toen aangedrongen van, wij moeten elkaar terugzien. Dat ik een soort intuïtie heb voor die dingen. Ik moet u terugzien. Enfin, lang verhaal kort. We gingen elkaar dan terugzien. Door omstandigheden gaat die reis niet door. En de dag voor ik zou vertrokken zijn, is hij gestorven. Dus ik heb hem nooit meer kunnen terugzien. En dat heeft voor mij zo'n klik gegeven in mijn leven. Dat ik denk van, ik heb zoveel uit angst geleefd. En wat dat dan allemaal wil zeggen, dat vertel ik echt in dat boek. De reis van de heldin is dat, omdat ik vind dat ik een heldin ben. En dat ik vind dat ik de moed heb om door dingen door te gaan. En dat heeft zo'n klik gegeven, dat ik denk, en nu is het gedaan. Nu is het gedaan met uit angst te leven. Ja, ik mag angst hebben, ja. Maar ik moet niet die angst laten beslissen in mijn leven. En vandaar dat er enorme openheid over de kwetsbaarheid is gekomen. Ja, ik ben kwetsbaar. Ja. Ik ben niet perfect. Ja, ik heb heel rare hoeken en kanten eraf. Maar ik ben niet meer bang om die te laten zien. En ja, je mocht mij pijn proberen doen. En dat zal soms ook pijn doen. Maar dat mag er allemaal zijn. Maar het zal me niet meer bepalen. Het zal niet meer op de chauffeurszetel van mijn leven zitten. Die angst. En dat is een enorme omwenteling geweest. Echt zo. Ik kan me inbeelden dat wat je denkt en doet en hoe je het aanneemt en behandelt voor veel mensen inspirerend is of kan zijn. Denk het wel, ja. Natuurlijk moet het dan ook eens mijn dichtste omgeving spreken, die dan ook zeggen, ja, maar het is ook een aardige zin. Ja, en wel ja, en dan... Een... Ja. En dan denk ik, oh, dat is waar, inderdaad. Is en dat ik... zo? Vind je jezelf een aardige? Een vreemd aardige karakter? Oh, ik heb toch van een boel mensen aan het horen gekregen dat ik toch geen gewoon ben. En dat ik niet zo cliché ben en doorsnee. Dat is waar. Ik ben... Zoals je in de politiek daar Madame Non had, ben ik Madame 150%. Dat is het wel zo. Ik heb zo'n drive voor het leven. En als ik ergens voor ga, wil ik daar ook alles over weten. Ik wil daar alles over... Ik wil daarvoor gaan. Ik ga daarin op. Ik vind... het leven aan zich leeft dat voluit. Ja, en dan smakt er regelmatig een keer tegen de muur. Ja, dat is dan zo. Dan denk ik, oh, godverdomme, ik heb het weer gedaan. Ik heb weer verkeerde dingen gedaan. Maar maar energie vraagt ook energie. Doe je dan speciaal dingen wel of niet? En daarmee bedoel ik slapen, voeding, fitness, ja, maar op. Jawel. Ja, ik slaap regelmatig en goed
Alhoewel dat met dit beroep natuurlijk heel hard thuis. Dus qua bioritme kan dat wel eens schommelen. Maar ik heb natuurlijk geen gezin. Hè. Dus weet je, die staan daar niet om 7 uur aan mijn bed. Nu, ik sta eigenlijk wel elke dag om 7 uur op. Eigenlijk. En ik vind fitness... Die dacht dat acteurs overdag lagen nee, terug ja, in ja, bed. Die lagen terug in hun bed. Hè. Ja. Maar ik train en ik eet vooral, probeer vooral heel gezond te eten. Daar ben ik met mijn gezondheid natuurlijk noodgedwongen heel erg bezig geweest in mijn leven. Want toen ik 27 was, nee, ja, die leeftijd, ja, heb ik heel zware nierproblemen gehad. Heb ik lang in de kliniek gelegen. En daar is toen wel begonnen van enorm met mijn gezondheid bezig te zijn. Ik heb ook gelukkig een hele goede dokter, een Chinese dokter, die mij al heel mijn leven begeleidt. Waar ik met kruiden ondersteund word, waar ik regelmatig reinigingskuren doe. En dus dat heeft mij toch wel al geholpen. Want ik blijf er ook bij. Oké, ik sta daar op dat podium, ik hang daar ondersteboven in een fatsuit. En dan denk ik, ja, zie mij hier hangen. 53, ja, schoos. Hè? Maar ik wil niet dat mij dat beperkt. Dat is maar een nummer, die leeftijd. Maar dat wil zeggen dat je er ook wel wat voor moet doen. Ik train, ik eet gezond, ik drink weinig alcohol, af en toe wel. Ik heb nooit gerookt. En mijn leven is toch niet saai. Nee. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, inderdaad. En, maar naarmate je ouder wordt, moet je daar wel wat meer voor doen. Ja. Dat is ook zeker een van de dingen wat veel mensen niet beseffen. Dat achter die komiek, die er 2 uur staat, dat applaus in ontvang neemt en het geld van de etiketjes, dat er ook dat soort arbeid en inzet achter zit. Ja, tuurlijk. Maar anders... Ik wil niet op een podium staan... Dat ik denk van, oh, ik zou graag dat doen. Maar ja, kan niet. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dus ik denk, nee, gewoon doorgaan. Oh, dat is een beetje, ja, maar dan moet er ook iets voor over hebben. Maar alles in het leven wat je echt wil bereiken en wil daar moet je moeite voor doen. Je moet daar, nee, of moeite klinkt negatief, maar je moet daar aandacht aan besteden. Dat is het gewoon. Ben je dan ook iemand die op tijd zal zeggen van, ik stop ermee? Hoe bedoel je? Het is genoeg geweest. Met wat? Ik kan het niet meer. Ik heb het niet meer. Ja, ik wens het er niet toe, hè. Een paar jaar nog eens. Ik weet dat niet. Ik zeg altijd, ik word de Charles Aznavour van de comedy. Dus dat wil zeggen dat ik lang doorga. Ja, ik wens het er toe. Ja, als morgen het beestje in mezelf zegt van, nee, ik heb geen zin meer, dan zal ik het niet meer doen. Maar tot nader order... We willen dat toch graag mee doorgaan. Ja. En ik zeg niet dat elk jaar op een podium zal staan zijn. Ik wil ook boeken schrijven. Ik wil andere voorstellingen voor anderen eventueel nog schrijven. Die skill kun je ontwikkelen op verschillende manieren. En dan kan je dat afwisselen. Dat is het. Ja. En ik heb nog altijd de Euromillions niet gewonnen. Dus ik kan nog niet stoppen. Ik zet dat elke week in mijn agenda, dat ik dat win. Maar ik moet dat elke week herzetten, herschedulen. Ik denk, ah, tjie toch. Want dat denken mensen dan ook. Hè? Ah, die komt op televisie, die komt op het podium. Ja. Die zal wel binnen zijn. Oh, daar heb ik een verhaal over. Een paar jaar, ja, toen mijn vader nog leefde. En die mens natuurlijk super fier was dat ik toen een stadsschouwburg uitverkocht. En een paar, en die rekenden dan. Een ticketje, 25 euro haast. Amai, de schepper, hij verdient ze nogal. En ik werd zo wat groen. En ik zeg, pakken. Ik ga u een keer meepakken. En ik ga u bij alles zeggen wat dat kost, pakken. En ik heb dat ook effectief gedaan. En nadien vroeg die mens altijd, je komt er toch aan uit, hè? Zo, ja, mensen beseffen dat niet. Weet je dat ook niet? Dat nee, op tv komen of in een schouwburg staan. Ja, maar dat is denk ik. Terwijl de weg naar het snel binnen zijn. Ja, maar terwijl niets is minder waar natuurlijk nu. Gelukkig, houd vasthouden, verdien ik met een boterham. Maar je moet ook wel rekenen dat ik een jaar voorbereid, waar ik niks verdien. Mm-hmm. En ik ben zelfstandige. Moet er wel liggen, hè? Dus dat is, mensen beseffen dat niet. Och, en dat hoeft ook niet altijd. Maar als er zo iemand zo'n commentaar levert, dan antwoord ik daar wel op. Zo van... Ik denk dat wel wat anders in elkaar zit. Ik blijf er ook bij dat er een wet moet komen. Iedereen moet 3 jaar in zijn leven zelfstandiger worden. Dan gaan ze het weten wat dat is. Hoeveel moeite dat daarvoor moet doen. Maar ja, goed, dat is niet iedereen gegeven. Ja.
Het writersblok hadden we daarnet, hè? Dat heb je niet. En heb je hopelijk nooit. Heb je andere angsten als maker? Van het zal misschien toch niet meer zo goed zijn? Of ben je iemand die eigenlijk show na show na show, zoals goede wijn, beter is geworden? Maar ik probeer daar niet over na te denken. Want dat bezorgt je alleen maar angst weer. Ja. Terwijl, hè, als mensen mij zo komen zeggen, dat gebeurt natuurlijk soms. Goh, deze was wel veel beter dan de vorige. Dan heb ik zo'n Sophie's Choice gevoel. Van, oeh, die kleine was niet goed, of wat? En die andere wel. Ja. Zo, dat kan toch niet? Maar ja, mensen bedoelen dat ook wel heel goed. Daar gaat het niet over. Maar dan denk ik, allee, ja, ik probeer altijd het beste van jezelf te geven. En ja, de ene keer is dat anders dan de andere keer. Goh, ik wil daar niet te veel over nadenken. Omdat... Maar kan je, het is een beetje anders gesteld, een show uitpikken waarvan je zegt, dat is het beste dat ik gemaakt heb? En tuurlijk wil je en hoop ik... Dat het beste nog moet komen. Hè? Maar... Ja, dat hoop ik ook uiteraard, dat dan het beste nog moet komen. Maar is er iets dat eruit springt? Goh. Ja, goh. Wel, het hele rare is dat ik nu mijn laatste echt wel... Daarom niet de meest komische, maar de meest intense voorstelling. En die ook visueel en dat mensen diep geraakt zijn en zitten... Dat ze zo gelachen en gehuild hebben. Dat daar de extremen meer in zitten, in deze. En de show waar mensen... Maar dat is dan geen comedy show. Dat is het enige wat ik gedaan heb, die Piaf, die musical. Mm. Daar zijn mensen diep door geraakt geworden. Dus niet gelachen, natuurlijk, maar dat wel. Dus dat is hetgeen wat er zo wat tussenuit springt. En langs een andere kant denk ik, ja... Maar ze spreken dan altijd over die foetus, dat ze zich dat herinneren. Dat is dan alweer veel shows geleden. Ach. Ik vind dat moeilijk. En ik hoop dat de beste inderdaad nog moet komen. Maar er zal wel weer iets nieuw en anders. En ja, we zien het wel. Ja. Het belangrijkste daarin is dat de mensen zich op dat moment geraakt voelen op een of andere wijze en dat ik me geamuseerd heb. Dat is het belangrijkste, hoor. Want... Altijd beter, altijd meer, altijd... Ach, ja. Ik denk dat dat niet haalbaar is in het leven. Hmm. Ja. Heb je een favoriet circus? Ik bedoel, zalen, schouwburgen die altijd het beste uit u halen? Ja. Favoriet Gent. Circus mag ook, hè. Ja, favoriet ook... circus is Ronaldo, ja, natuurlijk. Ja. Maar ja... Goh, die zalen zoals Gent, de Capitool en Antwerpen, Stadsschouwburg, zijn de zalen waar... Maar dat heeft meer te maken met het feit dat je daar premières doet en dat daar je publiek gekozen heeft om naar u te komen. En dat zijn de fans tussen... Maar ik bedoel dat heel eerbiedig in plaats van oneerbiedig. En dus... Die tillen u omhoog, hè. Ja. En dat is wel het fijnste om te doen. Vind ik. Als het een abonnementenpubliek is, waar het publiek wat ouder is, zoals ik het vorige week ergens had, dan moet je heel veel energie geven, maar krijgt weinig energie terug. Terwijl die mensen dat wel goed vinden, daar gaat het niet over. Maar dat is hard werken. Ja. En de Vlaming staat niet graag recht voor een ovatie op het einde. Nee. Nederlander doet het bijna altijd. Ja, dat is ook weer iets. Ja, hè, maar... ja. En soms hebben ze dat dan wel, soms niet. Dat maakt niet uit, ja. 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 Nederland zelf... Speel ik heel weinig. Ja. Ik heb daar heel lang gespeeld. Dat is door omstandigheden. Niet dat ik daar niet meer kon spelen, maar dat is dan door andere zaken weer gestopt. En dan ben ik hier me gaan concentreren op tv en verder dingen doen. En nu is dat long gone. Dan zou ik helemaal opnieuw moeten beginnen. En de cultuur is er daar niet meer naar, dat ze zomaar mensen... nog een kans geven. Dus ja, dan zou ik eigenlijk van nul terug moeten beginnen. En ach, dat is niet zo. Maar dat hoeft ook niet. Nee. Dat is geen... Nee. Ik heb in Frankrijk, alleen in het Franstalige veel gespeeld. En ik had ook in het Duitsstalige heel veel kunnen spelen. Maar opeens had ik zoiets van... Maar waar sta ik nu moeite voor te doen? Allee. Weer maar eens in een wc'tje u om te kleden en die Franstaligen. En fijn, hoor, allemaal, echt waar. Maar toen dacht ik... En zeker Duitsland, daar ben ik dan mee gestopt, omdat ik dacht... Goh, nu moet ik weer alleen in die notto om weer van nul te beginnen voor een appel en een ei. Maar echt een appel en een ei.
En heel goed geregeld, allemaal heel fijn. Maar dan dacht ik, Els, wat zij er nu aan het proberen bewijzen? Dat je dat kunt? Ja, want ik heb in het Franstalige 2 prijzen gewonnen. Ja, ik kan dat. Maar toen dacht ik, maar wilde dat eigenlijk wel? Toen dacht ik, nee, eigenlijk niet. En toen dacht ik, nou, ga ik dat niet meer doen, ook niet. Maar ik had daar veel verder in kunnen geraken, maar de goesting was op daarin. Kan ik geloven, omdat dat ja, zoveel energie vraagt. Met ja. Een minimum aan return, om dat dan ja. Modern ja. Te zeggen. Ja. 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 Maar wat wil je wel nog doen? Wat moet er absoluut nog gebeuren in je carrière? Ja, pardon, in je carrière. Ja, natuurlijk ga ik nog voorstellingen maken. Dat sowieso, dat staat buiten kijf. Ik wil zeker nog een aantal boeken schrijven, maar ik voel dat die er zitten aan te komen. Maar ik werk altijd als de tijd rijp is voor iets. Hè. Dus ik voel altijd zo... De tijd is rijp en nu kan ik dat gaan doen. Ik ben vast van plan van een musical te schrijven. Dat staat in de pijplijn voor de volgende jaren. Hoe dat we dat gaan doen, wat, dat is te vroeg om daar nog iets over te vertellen. Veel te vroeg. Maar dat zijn zo wat de zaken die er zeker staan. En on the side, goh, als ik nog eens iets voor tv kan doen, maar goed, ik behoor bijna niet tot die wereld, dan mag dat altijd komen. Ik vind dat fijn, maar ik ben daar niet actief naar op zoek, laat ons zo zeggen. En, ja, ze mogen je bellen, maar er is niet echt een manager die... Nee, die daar actief mee bezig is. Verkoopt, nee, ja. Dat is niet zo. Dus... Het is ook geen evidente wereld, natuurlijk. Hè. Maar goed, ja. Goh, weet je, we zullen wel zien. Ik laat het wat meer aan de flow van het leven over. Maar ik heb zeker een aantal ambities daarin, wat ik net vertel over en wat ik wil schrijven, waar ik ook veel plezier aan beleef ook om dat te doen. Ja. Want ik kan mij... Ik heb je nu al een klein beetje door na zo'n lang gesprek. Ik kan mij inbeelden dat dat je ook ja, enorm gelukkig maakt. Dat dat je enige... om het nu heel... Moeilijk te zeggen, modus vivendi is. Ja. Ik ben daarvoor dat moet je doen om te leven. Ja, maar ik zeg altijd, als ik morgen niet meer kan doen wat ik nu doe, ja, dan ga ik in de GB werken aan de kassa. Maar ja, wees ervan overtuigd dat ik binnen een jaar die GB heb overgepakt. En niet alleen de één filiaal, maar allemaal. Dat zit er gewoon in. Ik moet kunnen... Ik heb ambitie, ik wil creëren. En ik, zoals bijvoorbeeld, ik heb heel veel hobby's en... Maar ook die hobby's bestaan allemaal uit creativiteit. Ah ja? Mijn groententuin, dat is iets laten groeien. Ik heb mij laten vertellen, maar corrigeer het citaat, van ze heeft een tuin waarmee ze de helft van zelen kan voeden. Ja, dat is ook echt waar. Is dat waar? Ja, dat is gigantisch. Allee, maar overdrijven is een kunst. En ja. Ik heb echt wel mijn doctoraat in de overdrijving, in de overdrijfkundige dat gehaald. En niet alleen... dat er veel in staat, maar die tuin is ook nog eens heel mooi. Want daar, dat vind ik... Ah, kan ik van genieten dat er beelden in staan. Dat dat mooi... Dat is helemaal... Ja, dat is ontworpen. Ik ben ook schrijnwerker van opleiding. Ik heb 7 jaar met mijn vader zijn wij naar de schrijnwerkerijopleiding geweest, 's avonds, avondschool. Wauw. Elke dinsdagavond gingen wij naar de... En dan hebben wij, voor zijn dood, zijn laatste stuk dat hij samen met mij gemaakt heeft, een hele mooie designtafel die we gemaakt hebben, die nog altijd in mijn eetkamer staat. En een hele mooie designtafel. Ik bedoel, mensen kunnen ook niet geloven dat wij dat gemaakt hebben. En ik ontwerp dingen. Ja, die creativiteit zit daar overal in. Schoonheid vind ik belangrijk. Ik geef heel veel feestjes voor vrienden en kennissen. En ook voor mijn medewerkers ook. Die krijgen elke 2 jaar van show een groot feest. Ze weten dat ze kijken daar naar uit. Ze moeten ook allemaal verkleed komen. Dus ze moeten of ze mogen niet binnen. Maar dan kleed ik dat helemaal aan volgens thema's. Volgens, ik ben al weken mee bezig. Maar ik doe dat gewoon graag. En ze zeggen, allee, dat je daar tijd voor hebt. Zeg maar, ik ontspan daarvan. Mijn regisseur, Nederlander, die heeft gezegd van... Zo in tijden dat je opstart, dan kan ik nogal eens in de stress geraken. En dan begin ik al eens te roepen. Zo. Ze weten dat ook al, maar mijn ploeg kent dat. En dan draaien ze iets met hun ogen. Ja, zij is weer bezig. Maar dan zegt hij, als je echt te hard in de stress zit, dan is maar één ding dat ik je moet laten doen, knutselen. Dan moet ik iets aan het decor gaan doen. En dan word ik terug kalm. Aan uw eigen decor?
Ja, ja. Ah, ja. Ik heb dit keer mijn eigen decor ontworpen ook. Ja. Hè. Ik heb maquettes gemaakt, die heb ik allemaal zelf gemaakt. En ik ben daarmee naar het Intelligenten atelier gegaan. En zegt hij, man, deze gaan we maken, maar dan 3 meter op 2 en dit en dat. Ah ja, zeggen die. En die hebben dat helemaal gemaakt, die mannen. En dan denk ik, allee, ik ben ontwerper. Ja. Zo, oh. Oh, tof. Zo echt geweldig, hè. Dat is zo blij als een kind mee zijn. En dan denk ik, ah ja, dat is toch fijn om dat te kunnen doen. Ja. Zo, ja. Ja. Maar je kweekt dus ook groot. Het is niet alleen de esthetiek die belangrijk is. Ja, tuin, ja. En de beelden. En de... Maar ik had nooit een groententuin. Ik heb 20 jaar in Antwerpen gewoond, maar... Tegen de tijd dat ik verhuisde naar het huis van mijn grootvader, waar ik nu woon, dan tegen de tijd dat ik daar ooit kwam wonen, had ik daar al een groententuin en wist ik er al alles van. Ah ja, want dan, zo ben ik dan wel. Ik moet er dan alles van weten. En dan, nu heb ik een biologische groententuin en ik eet heel jaar door uit de tuin. Ja. Dus nu is het zo wat gedaan en dan moet ik alles... Nu koop ik biologische groenten, maar eigenlijk is dat maar een vierde van het jaar dat ik groenten moet kopen. Wat geweldig, hè? Mm-hmm. Ja. Staat dat ooit stil bij u hier, zo boven uw ogen, dus in uw hoofd? Ja. Het heeft stilgestaan, hè? Even, ja, het heeft stilgestaan, maar op een negatieve manier. Voilà. Nu... Ja, maar dat is een interessante vraag. Ja, want het allermoeilijkste voor mij is genieten. Zonder doel. Dat vind ik het allermoeilijkste. Als het één gedaan is, wat ik net vertel met die première, dan ben ik al aan het ander bezig. En ik, oh ja, tof, oh ja, fijn. Maar daar geniet ik dan wel weer van. Maar gewoon zijn vind ik lastig. Ja, dus dat is toch wel de moeilijkste die erbij is. Dus ik heb mij ook voorgenomen... het laatste jaar van... En nu ga ik dat ook wel eens leren, maar ik denk dat is toch lastig. Maar ik geniet wel heel erg van mijn werk en van mijn vrienden en van iedereen om me heen. En zo. Dus dat is daar ook wel bij. Maar het zit wel vaak in het doen, in het praktische. In het, ja, daar geniet ik dan wel weer van. Ja. Het is ook een beetje Vlaams, hè? Dat we moeilijk kunnen genieten soms. Ja, of waarschijnlijk, ja. Ja. Nu dat je het zegt, ja, inderdaad. Ik heb er nog niet zo over nagedacht, maar ja, dat is wel zo, ja. Ja. Wat kan er u... Een belangrijke laatste vraag, denk ik, maar... Wat kan er u nog het meest van al gelukkig maken de komende tijd? En dat kan iets totaal anders dan het podium zijn. Ja. Ik wou nu zeggen dat ik het geld heb om mijn dak te kunnen renoveren, maar... Los daarvan. Wat kan er... Dat zou mij vreselijk maken, want het regent er los door. Maar... Ik gun u dat nieuw dak. Ja, oké. Ja. Maar los daarvan. Los daarvan dat de balans die ik steeds zoek tussen mijn werk en mijn privé, dat die meer in evenwicht komt. Dus dat is een heel cryptische omschrijving. Maar goed, ik bedoel, grote liefde uit mijn leven verloren. Alleen zijn is niet fijn. Ik vind dat nog steeds niet fijn. En dat er dan iemand komt in mijn leven, goh, dat zullen we dan wel zien. Ik zie het breder dan dat. Ik zie het als koestering... En warmte en liefde in dat privégedeelte. En die mag er meer zijn. Ja. Dus... Want warmte, koestering en liefde vind ik heel erg in mijn werk. En je ziet dat echt. Dat is echt... Het is ontroerend, hoor. Wat de mensen mij schrijven, hoe ze voor mij staan, hoe ik voor hen sta. Het is echt... Ik vind het heel ontroerend. Er was... En dat is niet... Het is nu één voorbeeld dat ik ga noemen, maar zo heb ik er nu tientallen al meegemaakt op die korte periode. Dat er een meisje voor mij stond, met haar mama. En die stond echt met de tranen in de ogen. Die zei, ik heb er al een paar keer proberen een eind aan te maken. Maar ik heb het nu gezien. En ik ga dat nu niet meer doen. Ik ga erdoor. Als jij erdoor kunt, dan moet ik dat ook kunnen. Zeg wel, dan wens ik u dat toe. En dat is... Dan moet ik naar adem snakken, omdat dat zo ontroerend en zo diep menselijk is. En dan denk ik,
En dan ben, ik heb dat meisje goed vastgepakt. Ja, ik wens je dat toe. Omdat dat hetgene is waar mensen nood aan hebben. Want dan denk ik, dat heb ik in mijn... En het is niet dat ik dat niet in de privé niet heb, hè. Daar gaat het niet over. Maar het mag meer zijn. Dat. Dus die balans. Voilà. En mijn dak. Ik wens het je allemaal toe. Bedankt, Els. Dank je wel. Graag gedaan. De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.